Ik denk dat we hier vandaag heel veel vreemd volk hebben. Mensen van Tammerlo heb ik gehoord. Tammerlo en Dreen, hartelijk welkom. Welkom hier in de streek van de Merkel en van de champignons. Meneer, mag ik u een tamelijk onbeleefde vraag stellen? Wat heeft u deze middag als groente gegeten? Geen groente, gisteren. Asperges, maar meneer, u weet toch dat het hier de streek van de champignons is? Ja, dat hoeft de champignons. Ah ja, en dat de champignons een van de beste groenten zijn die er bestaan? En dat de champignons hier uit de grotten komen? Dat wist u? En grottenbier, meneer, kent u dat? Geen grottenbier, meneer, dat is een gat hier. Dat is een gat in uw cultuur dat je geen grottenbier kent. Dan moet je dat straks maar eens proeven. U weet toch dat we hier volop in de Merkelstreek zitten? Ja, buurtgespeeld, want ik ken toch niet. Klopt. Er is jaren al in de prehistorie. Dat waren hier groeven en grotten. Sommigen noemen dat grotten. Ik heb het liever bedoeld met een groeven van een grot. Dan wordt men geïnspireerd door grotten als uitgesneden groeven. Maar hier zijn er natuurlijke groeven. Want reeds in de tijd van de prehistorie, kijken, toen werd de Merkel reeds ontgonnen. Reeds in de tijd van de prehistorie maakte men van de silex, maakte men wapens en werktuigen. Enfin, u weet, of u weet het niet, maar de grote muur rond Tongeren, een gedeelte van de muur van Maastricht, is gemaakt met grondstoffen uit onze groeven en uit onze grotten. Maar u bent niet uiteindelijk naar hier gekomen om grottenbier en grottenchampignon, maar om iets meer te weten over de Merkel. Wel, het zit zo dat de Merkel in der tijd door enorm veel gebruikt werd als bouwsteen. Als je hier bekijkt, de waterdun, heel veel werkers in te zien. Maar de grotten en de groeven waren niet alleen in de tijd bedoeld als grondstof. Het was ook bij tijd en bij ontijd, als er onheil was buiten. U weet, de beide Limburgen hebben veel overheersingen gekend. De Spaanse, de Franse, de Hollandse, noem maar op. Dan was dat een vluchtoord voor de bewoners van de streek hier. Want het is zo geweest dat zelf ganse boerengezinnen, zelf met hun veestapel, onderdoken in de grotten. Om toch maar op loop te gaan voor de overheersing. En zo herinner ik mij een tijd rond 1798, de tijd van de Franse revolutie, van de Franse overheersing, dat mijn collega pastoor Scholz van Kamp ook in die grotten verbleven heeft. En dat hij daar ook de sacramenten toediende. Want de gezinnen die in die grotten verbleven, die hadden zich daar knusjes in gericht. Zelfs de boeren die maakten een rabak over. En elk gezin had daar min of meer zijn eigen slaapplaats. U begrijpt ook wel dat er ook wat meer tabak duurt dan brood in. Dus moesten regelmatig ook sacramenten doen. En ik weet zelf dat er een professor, professor Michael de Abrasin, van Herderen, dat die in die grotten opleiding heeft gegeven aan jongens die voorbestemd waren om het priesterschap. Dat is daar gebeurd. Maar stel je het voor in de tijd als jonge student, dan zit je daar op een klein houten bankje, krompen aan de voeten, een kort broekje aan. En u weet ook, of u weet het niet, maar in de grotten heerst er praktisch een constante temperatuur van 11 graden. Dus het moet bibberig geweest zijn en dan nog moeten leren. Enfin, maar ze hebben het er ziek doorgeslagen. Nu is het ook zo dat dat niet altijd zo geweest is. Maar ja,
excuseer mij, ik heb er zelf nog niet voorgesteld, ik heb een collega wel voorgesteld. Maar ik ben pastoor Frins van Ziggebolder. Of eigenlijk afkomstig van Hedderen, maar ik deed mijn dienst in Ziggebolder. En tijdens de Franse revolutie, tijdens de Franse opstand, tijdens de boerenopstand, was al wat klerikaal was, was verboden. En ik weigerde pertinent om trouw te zweren aan de Franse koning en aan de Franse revolutie. Dus, mijn leven was in gevaar. Wat moest ik doen? Onderduiken ook in de grotten. En ik heb me daar zeer goed vermaakt, vermaakt. Ik had me dat knusjes ingericht, ik had enkele boeken meegenomen. Morgens gaf ik wat onderrichten, een beetje catechismus aan de kinderen en zo. Maar ik had me ook een knus, een kamertje. U weet, in die champignon groepen, daar zijn de luchtkokers. En in een van die luchtkokers, daar hadden de dorpelingen, daar hadden ze mij een slaapvertrekje gemaakt. Zo'n heel klein plaatsje uitgehouwen in de rots. En daar verbleef ik. En hoe gebeurde dat dat ik daar verbleef? Ik had namelijk een stroozak en een lammerke. En van het ogenblik dat ik wilde gaan slapen, zat ik in het lammerke. Ik klom naar mijn kamerke, ik trok mijn stroozak omhoog. En toen waren de dorpelingen nog zo slim geweest van mijn vlucht weg te bezorgen. Want die luchtkoker en dat slaapkamerke, dat kwam uit recht in een boerderij in de paardenstal. Dus ik had dan een hele mooie vluchtweg. Stel je voor, ik werd bedreigd van boven, vluchtte ik die ondergrondse grotten in. Want de Fransozen, de Frans-Cunions, die durfden zich niet mengen in dat gangenstelsel. Want u weet dat op het grondgebied van Reims dat er 300 kilometer gangen zijn. Dus die liepen daar een einde verloren, dus niemand durft erin. En werd ik belaagd van onder, dat ze soms nog eens de grotten durfden binnen, dan kon ik altijd vluchten langs boven. Nu was het in de tijd zo dat de Fransen, wat alles in de kerken geroofd hadden, dat die een beloning uitschreven voor de klikkers. En dat moet ik de mensen wel zeggen, Bolder, hele dagen nog meegeven. Ze hebben er nooit aan gedacht, nooit maar ook nooit aan gedacht om mij te verklikken. Dus moesten de mensen van Ziggebolder hier aanwezig zijn, in naam van mijn voorvaderen, hartelijk dank ervoor. De periodes gingen voorbij. Maar weet u dat tijdens de Tweede Wereldoorlog brak dus elke inwoner van Kamp ergens een slaapplaats had in diezelfde groep. In diezelfde groep. Dus toch, op een gegeven ogenblik, ik herinner me nog dat ze me dat verteld hebben. 13 september 1944. In één keer waren die heel grotten van Kamp, die waren leeggelopen. De reden was dat de Duitse organisatie Tod alle oorlogsmateriaal had verzameld en in die grotten gestationeerd. De mensen van Kamp wisten dan uiteraard dat er oorlogsmateriaal binnenstond. En wat dachten die? 13 september, één dag voor de bevrijding. De allieerden gaan komen. En die gaan dans die muizenwerken en overgassen. Dus iedereen vluchtte weg. Uiteraard is dat niet gebeurd, zijn er geen ongevallen. Weet u dat zelf na de Tweede Wereldoorlog, tot over de jaren 15, dat zelf de NATO daar een hoofdkwartier in had, een bunker en een computeropslagplaats. Ondertussen heeft de NATO dat pand verlaten? Die bunkers, dat is gebleven. Wat is erachter gebleven? Alleen asbest. De burgemeester heeft me daar straks verteld dat ze bezig zijn met die grotten te saneren. Dat was het over de Merkel, over de grotten. Ik denk dat we de grotten en de Merkelgroeven moeten behouden, lijkt dat ze nu zijn. Ga er gerust als toeristen naartoe. In de grotten van Kamp ligt het grottenvirus opgeslagen. In de grotten van Kamp wordt er ook champignons. En dit hier, dat zijn echte, dat zijn geen Parijse champignons, maar dat zijn champignons uit de grotten van Kamp. Je kunt ze trouwens herkennen aan een mooie bruine achtergrond. En iets hier,
In de groeven en zingen ze boter wordt op dit ogenblik grote kaas bewaard. Dus, bezoek de Bergenglotten. Denk niet meer aan die vuile voorgeschiedenis. Profiteer van goed grote bier en profiteer van de champignons uit de groep. Ik dank. En ik ga de pastoor een grote bier drinken. Mag dat? Eentje. Ja. Ja.